En juist onze trainingsbegeleiding zorgt dat onze trainer meer kan focussen op de goede dingen die op trainen doen en een voldaan gevoel geeft aan zijn trainingen. En eigenlijk als hij aan het einde van het jaar training heeft gegeven, dat hij denkt van hé, ik heb iets wezenlijk bijgedragen aan dit jaar voor onze jeugd. En dat geeft dus meer voldoening aan het trainen geven. We hebben eigenlijk een aantal jaar geleden de TC hergestructureerd en de taakverdeling opnieuw tegen het licht aangehouden om te zorgen dat iedereen wat meer in zijn kracht kwam. En vanuit dat plan is eigenlijk trainingsbegeleiding ook ontstaan. En zo hebben we eigenlijk de invulling daaraan gegeven, eerst met twee man en vervolgens gekeken waar is dan behoefte aan en hoe kunnen we dat verder verbeteren. Daardoor raakten wij zelf enthousiast om het te gaan doen. En wij gingen een plan indienen en zij zeiden van nou ja, ga het maar proberen dan op deze manier. En zo is dat een beetje op gang gekomen en nu ja, loopt dat eigenlijk heel erg goed. De sporters merken weinig dat er een trainingsbegeleider is, want die staat meer op de achtergrond. Maar ik denk wel dat ze beter worden doordat wij ook beter worden in het trainen geven, omdat we meer kennis opdoen door die trainingsbegeleider. Het levert mij vooral op dat ik altijd kan terugvallen op iemand als ik een vraag heb of als ik ergens mee zit en dat we dan samen kunnen sparren. Nou, de concrete resultaten die wij zien van de inzet van ons als trainersbegeleiders is dat we onze eigen trainers met veel meer zelfvertrouwen voor de groep zien staan. Dat zie je echt groeien naarmate het seizoen vordert. Dus dat is heel erg leuk. Ook zie je dat ze bij elkaar gaan kijken voor verschillende oefeningen. Dus het is ook meer een soort speakcultuur. En wat we ook gaan zien, wat we nu juist vooral zien, is dat we gigantisch aan het groeien zijn in het aantal leden. Dus we hebben ook steeds meer jeugdspelers nodig die trainen willen geven. Maar we zien ook dat we dus de grootst groeiende vereniging in de omgeving zijn. En daar zijn we ook heel erg trots op. Nou, wat het leukste is aan trainingsbegeleider zijn, is eigenlijk hetzelfde als dat je traint van een traingever van een team. Dus je begint ergens mee, dan denk je oké, waar ga ik starten, hoe gaat het verlopen, waar moet ik überhaupt starten. Dat zijn ook meteen de struggles die er aan die kant zitten. Maar als je eenmaal op gang bent en je ziet de ontwikkeling van die jeugdtrainers, ja, dan is dat echt heel erg leuk om te zien. Ik zou zeker andere clubs adviseren om een trainingsbegeleider in dienst te nemen. Dat geeft juist wat meer aandacht aan die trainers. En die trainers zijn juist het belangrijkste onderdeel van je vereniging. Waardoor je leden verbonden blijven, meer plezier uitstralen en uiteindelijk natuurlijk ook beter worden. Voor de doorstroming uiteindelijk naar de ambities van het eerste.